Elwazina's, hele goede morgen en welkom terug bij de vlog. Ik ben op kantoor en ik moet naar een afspraak en dat is in Breda. En als je zeg maar een afspraak hebt, dan wil je er normaal wel relatief oké uitzien. Ik heb een prima outfitje aan, maar... ik ben op mijn slippers naar kantoor gegaan. En ik had niet bedacht dat ik gelijk door moest. Maar nu heb ik het geluk dat ik heel veel schoenen heb. En dat ik ook heel veel schoenen voor de mooi heb. En eerst had ik hier een paar schoenen staan in dozen. Maar die heb ik toevallig laatst meegenomen naar huis. Maar ik zat even rond te kijken. En gelukkig heb ik hier nog twee stollen met schoenen staan die ik nog heb. En deze heb ik allebei dus nog nooit gedragen. Deze heb ik gewoon hier staan. Voor de mensen die denken, waarom koop je Yeezys en zet je ze weg? Deze heb ik niet gekocht en ze zijn nep. Ze zijn van AliExpress, uit zo'n AliExpress pakket wat ik ooit heb gekocht. Dus daarmee heb ik ze gewoon leuk in een stoel gezet. Het ziet er leuk uit, maar ja, ik hoef er niet op te lopen, want ik heb ook deze in het echt. Deze zijn wel echt, dus deze ga ik vandaag maar eventjes aandoen. Voor de eerste keer in mijn leven dat ik deze draag, want ik heb ze gekocht, alleen ik vind geel heel moeilijk te matchen, dus ja. Doe eens een leuke TikTok transitie, doe zo. Zo, één schoen heb ik aan. En dit was echt een hussel om het aan te krijgen. Ik haat dit soort schoenen gewoon puur omdat ze te moeilijk zijn om aan te trekken. Ze zijn er nog zo nieuw dat en het label er aan hangt, maar dat ook gewoon in de binnenkant van de schoen nog zo'n ding zit. En dat heb je een beetje als influencer zijn. Je krijgt dus wel eens gratis spullen. En dat heb ik vooral vroeger heel erg gehad, maar ik herken mezelf daar nu nog steeds wel in. Dan krijg je gratis spullen en dan denk je van, oh ja, daar wil ik wel samenwerken mee, want het zijn vette spullen en dat wilde ik al zo lang. Maak jezelf wijs, terwijl je eigenlijk het helemaal niet wil en het helemaal niet nodig hebt. Waardoor je uiteindelijk gewoon heel veel spullen gaat verzamelen die je dus helemaal niet wil. Ik ben 23 en als je dan zeg maar wat meer geld gaat verdienen en zeg maar wat meer mogelijkheden hebt, ga je heel veel shit kopen en doen wat je eigenlijk, waar je helemaal niet blij van wordt. Dit klinkt allemaal heel leuk, maar het is allemaal helemaal niet zo heel leuk. Zoals dus bijvoorbeeld schoenen, auto's, tv's en computers. Het zijn allemaal van die dingen dat als je, zeg maar, vroeger was dat echt een ding waar je naar uitkeek. Oh, een nieuwe computer. Oh, we krijgen een nieuwe tv. Oh, ja, dat was echt waar je de excitement uit kreeg. Maar nu, ik heb hier een computer staan die ik gewoon al, ik denk een jaar niet heb aangeraakt. Hij is voor mijn editor, maar ik heb hem ook een MacBook gegeven waardoor hij deze niet meer gebruikt. Ja, oké, deze gebruik ik wel. Deze kan ik echt niet zonder. Dit is gewoon mijn werkplek. Deze tv heb ik hier staan. Die heb ik van Sony gekregen. En ik kreeg twee tv's. Want ik had dan, zeg maar, als influencer zijn heb je een campagne en dan krijg je of een bedrag of je krijgt, zeg maar, spullen. Dat heet een barterdeal. En zij zeiden van, joh, we willen deze tv promoten. We kunnen alleen geen geld geven, alleen de tv. Dus ik zei, nou, prima, maar dan wil ik twee tv's. Geef ik er eentje aan mijn ouders en eentje hou ik zelf. Ik heb die aan mijn ouders gegeven, die gebruiken hem elke dag, kijken er heel blij het journaal op. Maar ik heb deze hier staan, ik gebruik hem gewoon nooit. Ik heb deze tv ding misschien, ik denk maximaal 20 keer aangehad. Nee, hier, de stekker ligt gewoon los. What the fuck? En begrijp me echt niet verkeerd, ik ben zo blessed, gezegend, hoe je dat ook noemt, dat ik dit mag hebben, dat ik gewoon hier in mijn eigen kantoorpand kan staan, dat ik een huis kan hebben, dat ik al die mooie spullen mag hebben. Alleen, je hebt zeg maar, als je het niet hebt, denk je dat het gelukkig maakt. En als je het wel hebt, weet je dat het niet meer gelukkig maakt. Of in ieder geval voor hele korte duur. En we draaien nu even om. We gaan nu even naar de positieve kant kijken. Want ik ga nu naar mijn management toe. Om aankomend jaar te bespreken. Om te kijken wat we willen. Wat ik natuurlijk qua geld verdienen wil. Wat ik qua vette samenwerkingen wil. Maar ook misschien waar ik heen wil met mijn YouTube kanaal. Want ik heb natuurlijk gevlogd. Toen ben ik tijd gestopt met vloggen. Toen ben ik wel weer gaan vloggen. Maar ik weet eigenlijk nog steeds niet helemaal of ik het leuk vind. Dus daar gaan we even over hebben wat... ja, wat mijn toekomst is. En dat vind ik altijd wel leuk om leuke gesprekken op zich. Of we natuurlijk uiteindelijk zeg maar alles halen wat we willen, dat weet ik niet. Dus we gaan ook even volgend jaar bespreken om te kijken of het daar is gelukt. Dus bij deze ook de vraag, wat zouden jullie leuk vinden om te zien? Vind je het leuk als ik auto's verbouw, als ik tripjes ga maken, tripjes met auto's, als ik challenge video's doe? Laat het maar alsjeblieft weten in de comments, dan kunnen we daar ook een beetje rekening mee houden in de bespreking. Nou, niet in de bespreking, want die is al voorbij als jullie dit kijken. Maar dan kunnen we daar rekening mee houden met de content die we gaan maken. Wat jullie het leukst vinden om naar te kijken, dat combineren met wat ik het leukst vind om te doen. En dan gaan wij samen goed hand in hand zo verder door het leven. Auto even aan de oplader en ik ga even plassen buiten. Alleen ik heb mijn nieuwe witte schoenen aan, dus ik ga heel voorzichtig in het plassen lopen. Ah, dit is nooit heel prettig, maar we gaan het wel doen. Oh, dit is altijd leuk. Als je hier gaat plassen, heb je zeg maar die auto's die daar, die zien gewoon precies een piemel. Dus ik ga wat niet hier plassen. Ik ga wel even tussen de vrachtwagens door. Er zitten ook altijd mensen in het slapen, dus die zien me dan wel plassen. Maar ik wil geen 50 cent betalen voor de wc, want daar ben ik te skeer voor. Zo, heerlijk geplast en daar ligt wc-papier. En dan vraag ik me altijd af, zijn dat vrouwen die daar hebben geplast omdat ze niet gewoon naar 50 cent de tijd denk zo willen betalen? Of hebben gasten daar lopen kakken? Ik hoop stiekem een beetje voor de eerste.
Goed. We gaan weer, we gaan weer verder. Moet ik eerst de oplader afhalen. En ik heb gewoon een uitreikkaart gekregen voor de verandering. En dat is helemaal niks tegenover scoopers, maar ik wist dus niet dat ze uitrijkaarten hadden. Oftewel, ik ben elke keer als ik hier ben aan het betalen voor het in- en uitrijden in de parkeergarage. En ik kwam nu binnen, wil je een uitrijkaart? Ik zo, ja, ik wil een uitrijkaart. Dus nu heb ik een uitrijkaart gekregen, zodat ik gewoon gratis daaruit mag rijden. Want we zitten hier echt midden Breda, gewoon bovenop het station. Dus het is best duur. En als je hier dan 3, 4, 5 uur bent, dan is dat gewoon weer 15 euro. En vanuit Breda sta ik opeens in GymXL. En we hebben deze jongeman erbij. Deze jongeman hebben we heel lang niet gezien. Dus doen we een flipcheck. 5, 4, 3, 2, 1. Hij was hier eigenlijk alleen maar om opgelicht te worden door deze man. Ja, maar en het is gelukt. Het is gelukt. Ik heb hem opgelicht, jongens. Dat verhaal komt nog wel een keer, want ik heb hem niet alleen opgelicht, maar die meneer achter de camera ook. We kunnen niet meer op vakantie. Nee. Helaas. Nee, dus wij zoeken nog een sponsor. Nou, Tim gaat namelijk zondag op vakantie en ik wil graag mee, maar ik kan niet betalen. Dus als iemand mij 500, of wat was het, 1500 euro wil sponsoren. Ja, voor 3 jaar, hè? Voor 3 jaar weliswaar, hè? Ja, oké. Okay. Ja, maar dan ben ik 3 jaar lid van iets waar ik niet lid van wil zijn. Ja. Maar jij hebt volmondig ja gezegd. Hij heeft volmondig ja gezegd, jongens. Ja, we zijn nu wel leden van de Business Club. Precies, ja, maar het is voor een goed doel. Want Dante kan daardoor nog meer trainen. En dat is de opzet. Dus eigenlijk betalen we Dante? Jullie betalen... Ja, indirect. Want Dante, we mogen geen geld aan sporters geven. Mogen we dan Dante wel claimen voor video's? Ja, dat wou ik ook. Dat vind ik een hele goeie. Ja, ja. Dat vind ik wel. Okay, dus eigenlijk moet je dat nu doen. Je moet nu naar Dante. Van Dante, je bent nu ons eigendom. Ja, want zo werkt het. Jullie hebben eigenlijk Dante gekocht. Ja. Zo had ik het nog niet gezien. Dus voor 500 euro per jaar, hoeveel uur mogen we hem dan inzetten? Nou, volledig. 24 uur per dag. Ja, oké. Okay. Ja. Hij is niet zo duur. Nee, hij kost niks. Niet? Hij kan niks. Hij kan alleen maar over de kop. Ah. Ja. Ah, dat willen we niet. Dat is een pan van Ties. Auw, ik wist ook dat je het ging doen. Ik sta er ook lekker voor. Wil je even een flipcheckje voor mij doen? 5, 4, 3, 2. Oh, wauw, 2, 3, 4. Oh, jeetje. Hé, het was sick. Wat ik nu wil doen met jou samen. Ik doe een round of triple, jij doet round of dubbel proberen. First time voor jou. Nee, je mag geen stand-in. Oh, moet ik even aan het doen? Dat hoort je nog niet. Oh, moet ik even daarin filmen? Kijk. Mooi mat, hè? Wauw. Oké, zet hem op, Mace. Je kan hem. Wow, wat nice. Bo, wat vond jij ervan? Dat was fucking sick. Echt super clean, ouwe. Nou, yo, je bent echt goed, ouwe. Ja, nice. Dit is echt sick. Nou, wil jij dan mee triples doen? Wat? Dus even missen van shirt, of niet? Oké, kom wel. Arbier. Ja. Netjes, ouwe. Ah, oh, nee, die was echt smokertje slecht. Ik deed je was zo toch goed? Schreef. Je was toch gewoon die naar die positie wilde, toch? Ja, ik wilde echt van, hey, kom je hier vaker? Ja. Nee, was niet. Ik snap gewoon een fucking Arbier niet meer. Arbier? Ik ben toch geen Arbier? Ja, ik snap niet meer waar ik mijn handen en mijn benen neer moet zetten. Ik ben gewoon opeens helemaal kwijt. Nou, dat voelt heel awkward zeker. Ja. Nee. Veel meer. Ik zie het niet. Maar nog steeds wel awkward. Min 12 punch. Ja. Ik val gewoon naar beneden. Klopt wel. Oh, Boas gaat ook weg. Nou, later. Hey, nou, we hebben echt super hard gesport. Dus ik vind wel dat wij het verdiend hebben om even. Wat zijn nou weer komt? Zo, die klonk lekker. Oh, lekker! Die klonk echt goed, weet toch? Weet je wat ook lekker klinkt? Nee. Die benen is wijd. Zo, bam! Sorry. We hebben wel een hamburger verdiend, toch? Ik heb nog niet gegeten, dus ja. Wie gaat er mee een hamburger halen? Ja, okay, wij gaan naar de Mac. Ik ga toch wel. Ga je echt naar de Mac? Ja, we gaan echt naar de Mac. Hebben we eten thuis? We hebben nog een halve paprika, wat champignons van 1,5 week oud en wat pasta. Maar ik heb vanmiddag dat al gegeten. Wel, ik zei. Nee, maar dat hadden we nog, want ik keek net in de Jumbo. Dat heb ik vanmiddag opgegeten. Nee, net toen ik ja, even binnen was. Ja, maar ik heb de andere helft opgegeten, dus ik hoef niet precies hetzelfde te bedoelen. Ja, maar dan gaan we dus McDonald's eten. Ja. Ja. Ik heb gisteren en eergisteren ook McDonald's gegeten. Gisteren ook? Was ik gisteren mijn auto wegbrengen? Ja, gisteren en eergisteren. Oh, zie dat jij er bent. Sorry. Ja, zij kijkt dus altijd als... Ja, maar jij verleidt haar gewoon elke keer. Weet je wat hij doet? Maar zij is dus verleid. Jongens, zullen we even stemmen of we Nikkei hier achterlaten, ja of nee? Ik stem voor ja. Eén voor, alleen twee voor... Nee. Nee. Dat is zielig.
Amber. Amber laten we ook achter. Wie stemt voor? Oh nee, nee, nee. Anders heb ik geen fijne verjaardagscadeautjes. Oh, Mees is morgen jarig. Oh, bijna. Hoe laat is het? Dan wil een hamburger eten op je verjaardag. Dan krijg je hem van mij als cadeautje voor je verjaardag. En van mij krijg je een kipnugget. Eén kipnugget. Deze gast, ik liet laatst deze auto al een beetje zien, is TTRS. Hoe heet jouw motor nou? Cesa. Dus dit is ook 5 cilinder met 340 pk? Ja, maar nu getuned. Naar? 450. Hoe kan dat zonder turbovergroting? Ja, weet ik. Dat is echt veel pk. Gast, dat is 110 pk erbij. Ik heb geen uitlaat. Intercooler. Gewoon geen uitlaat. Ja, gewoon, is gewoon rechte pijp, jongen. Echt? Nou, er zit hem wel nog dempertjes in. Hè. Het is geen rechte pijp, je hoort altijd in die rechte pijp. Nee, hij is dus zeg maar cold start met demper dicht. Want hij doet de demper niet open. Oh, maar zijn Audi eigen klem, maar dat kun je gewoon uitprogrammeren. Ja, maar dat wil mijn buren niet hoor. Nee, maar het is beter voor je kat, want het is slecht voor je kat. Ik heb geen kat. Oh ja. Nee, ik kom ver achteruit. Ja, kom wel aan de kont. Klinkt mooi dingetje, mooi dingetje. Oh! Ja, jongens. Kijk, en zo zie je dat hij niet van auto's is. De hele motor is gewoon aan de kloten. Ja, zo weet je of iemand van de auto's houdt of niet. Mooi, oh, jongen, echt interesseert me niks. Nee, totdat je motor opblaast. Het gaat ook eens aan. Zo, die is lekker, wow. Hé, jongens, deze bus al heel veel meegemaakt, want ik heb helemaal geen verstand van auto's. Ik heb mijn bril. Meneer! Au! Gefeliciteerd met jouw verjaardag! Dankjewel! Jij mag gratis Kip Nugget op mij kosten. Ik krijg serieus gratis Mac Flurry, hè? Krijg je gratis Mac Flurry? Heb je de app? Heb je de app van de Mac? Wat moet je spoilen? Dubbel cum chicken. Best oh nee, cool. Chili. Kleine milkshake banaan. En een kleine milkshake aardbei. Een kleine milkshake aardbei. Dat was hem, dan mag je lekker doorrijden. Dankjewel, ga ik het lekker doen. Waarom doe je altijd zo raar als je bij de Mac bent? Pak aan joh, big boy! Wil je deze hebben? Pak ik gewoon, hè? Uit de trucendoos. Oh, Michel, doei. Kijk, kan nog een trucje, hè? Laatste comment. Dat is een piel. Dat is echt vies. Is het vies? Ja. Wat dan? Fucking droog. Bo, Rutger, Mees en ik hebben vroeger een YouTube-kanaal gehad. Ja. En dat heette Team Tentum. Het heet nu nog steeds Team Tentum. En Rutger is eigenlijk zeg maar de enige die over is gebleven van Team Tentum. Team Rutger. Dus nu is Team Rutger. Maar Team Rutger uploadt niet meer. Naast shorts. Ja, dat wel. Ja, maar shorts, dan kan je toch ook op TikTok uploaden? Ja, dat doe ik ook samen. Dus dat is ideaal. Dus doe ik en op YouTube en op... Maar wat nou? Als wij weer gewoon... Zeg maar, mag ik het account terug, dan gaan we video's op maken. Mag je ook nog steeds je shorts erop plaatsen? Ja, en dan maken wij ook Team Tentum. Nou, we willen best een keer gezamenlijke video's. Ik vind het fucking grappig om gewoon weer dat account te hebben. En gewoon weer vrienden video's erop te gaan maken. Gewoon echt in de kut kwaliteit van vroeger. Ja, dat is vroeger. Ja, dus nieuwe hebben ze niet meer verkopen, hè? Ja. Nou ja, ik vind het op zich wel handig om gewoon, kijk, weet je, ik maak je nieuwe account voor je daar shorts plaatsen. Ja, dat, ja, dan maak ik wil wel die nieuwe zelfs voor je aanmaken. Ja, dat ja, doei. Doei. Jongens, wij gaan onderweg naar huis, het is inmiddels 10:50. Wow, het is echt laat, hè? Zo laat. Zo, we zijn ook gewoon een uur bij de Mac geweest. Ja. What the fuck? Maar ik ben nog ergens achtergekomen, want ik ben namelijk elke ochtend als ik opsta ben ik moe. En het blijkt dus dat het komt door... S'avonds eten. Echt? S'avonds eten word je moe van en rust je niet uit s'nachts. Omdat dan je buik zeg maar bezig gaat zijn met je eten verteren. Waardoor die geen genoeg kracht heeft om goed te herstellen. Dus daarom zeggen ze nooit na 10 uur of 8 uur. Wat zeggen ze? 8 uur dus je eten. Je mag alleen 's middags eten. Nou, 8 uur. Ja. Dus de meeste mensen eten om 6 uur. Dan om 8 uur nog een snackie of zo. Hmm. En dan gaan ze gewoon om 10, 11, 12 uur slapen. Toch maar, denk ik dat jij nog steeds moe bent als je om 6 uur gaat eten. Maar wat wij doen, is het precies tegenovergestelde. We gaan om 6 uur slapen en dan gaan we om 8 uur nog wat eten. Was je wintersport niet moe dan? Jawel, je zit elke ochtend dat je moeite om uit te komen. Ja, maar ja, we hadden gewoon veel meer gezamen. Ik word gewoon moe van jou. Dus wij gaan lekker slapen en ik zie jullie morgen bij de volgende video. Dikke vette 2 vingers. Dat iemand anders met mij daten die niet moe van me wordt?